Hallo, deze video is weer gericht aan de boxfans, aan de boxliefhebbers. Weer een boxvideo waar ik gewoon ga praten tegen de camera wat er overlaatst gebeurd is in het boxlandschap. Ik ga het hebben over februari. Wat is er allemaal gebeurd in februari? De highlights van vorige maand, van een aantal boxwedstrijden. Ik ga beginnen met 13 februari. Er zijn 3 boxwedstrijden geweest op 13 februari. Alle 3 is nog een vrij serieuze upset. 13 februari was de dag van de upset. We beginnen met Josh Warrington. Josh Warrington was de IBF wereldkampioen bij de vedergewichten, maar besloot om zijn belt op te geven, omdat hij andere titels wou nagaan. Nu, dat bleek een domme beslissing te zijn, want hij wou een intro-kamp doen tegen Mauricio Lara, een opwarmerskampje, om dan tegen andere kampioenen van zijn gewichtsklasse te vechten. En dat bleek een domme beslissing te zijn, want Mauricio Lara KO't hem super hard in zijn wedstrijd en domineert hem daar eigenlijk volledig. Niemand had dat zien aankomen. Mauricio Lara is een powerpuncher, dat wisten we. Maar iedereen had Josh Warrington als favoriet. Niemand had verwacht dat Lara zou winnen. En toch is dat gebeurd. Heel verrassend. Dus dat is de eerste upset van die dag. De tweede upset is Patrick Teixeira, de wereldkampioen bij de lichtmiddengewichten, de WBO. Wereldkampioen, is ook zijn titel op diezelfde dag verloren. En dat tegen Brian Castaño. Ik wist totaal niet wie dat Brian Castaño was. Ik heb de kamp gezien. Brian Castaño was de betere bokser, dat is juist. Dus nog een wereldkampioen dat die dag gevallen is. Ja, heel speciaal. Nu vraag ik me af hoe dat gaat gaan, omdat Jermell Charlo heeft de andere titels in dat gewichtsklasse. Gaat hij dan ook voor een unificatie gaan tegen Castaño? Moeten we weten dat hij dat heel graag tegen Teixeira wou doen. Gaat hij het gewoon verder doen met Castaño of niet? Want je weet, boxpolitiek is toch heel lastig, hè, allemaal. Diezelfde dag, 13 februari, heeft er nog een wereldkampioen zijn titel verloren. Maar niet echt door te verliezen. Jojo Diaz was de IBF wereldkampioen bij de super vedergewichten. En hij had een kamp gedaan tegen Shavkatzon Rakhimov. Ja, het kan zijn dat ik die naam volledig verpest, volledig kapot maak. Maar ik heb geprobeerd. Dat was een gelijkspel, dat was een draw. Dus waarom heeft hij dan toch zijn titel verloren, die hij vorig jaar tegen Tevin Farmer gewonnen heeft, op een goede, spectaculaire wijze? Wel, hij wordt te veel met de weging. Hij had zijn afspraak van het gewicht niet nagekomen. Het is daarom dat zijn titel hem afgenomen is. 13 februari, 3 kampioenen dat gevallen zijn. Eentje door gewicht, 2 door te verliezen. Merkwaardig. Dus we gaan niet zeggen dat er niks gebeurd is in het boxlandschap in februari. Dan gaan we nog een grotere schok. 20 februari hebben we bij de supervedergewichten werd gevochten om de WBC-titel tussen Miguel Bergelt en Oscar Valdez. Oscar Valdez ook onverslagen. Miguel Bergelt, gekend om zijn kracht, de boogeyman als bijnaam. Wat een underdog story voor Oscar Valdez is dat geworden. Oscar Valdez heeft Miguel Bergelt verslagen en is de nieuwe wereldkampioen bij de WBC supervedergewichten. Zelfde president van Mexico heeft persoonlijk naar Miguel gebeld, gefacetimed, om hem zijn sympathie te geven. Julio César Chavez, de legendarische Mexicaanse bokser, heeft ook gezegd dat hij dacht dat Miguel Bergelt ging winnen. En dan doet Oscar Valdez daar het onmogelijke. En doet hij doet hij daar het onverwachte en hij wint daar gewoon. Wederom laat zien van hoe onvoorspelbaar deze sport is. Onlangs, 27 februari, heeft Canelo gevochten tegen Avni Yildirim. Ja, we weten allemaal dat verhaal. Yildirim is een bokser die Canelo zelf heeft voorgesteld aan de WBC. Hij heeft hem natuurlijk vernietigd. Yildirim had voor totaal geen kans. Hij heeft zelf niet veel teruggeslagen. Maar we wisten dat. Je kunt eigenlijk Yildirim totaal niks blamen. Nee, meer zelf. Je moet hem applaudisseren voor zijn dapper hart. Iedereen wist dat hij geen kans had tegen Canelo.
Maar wat dat deze wel dan positief is van is, is dat het officieel bevestigd is, is dat in mei Canelo zal vechten tegen Billy Joe Saunders. 8 mei om precies te zijn. En dat is een gevecht dat ik heel graag wil zien, wat ik echt heel benieuwd naar ben. Om te zien hoe Canelo de awkward stijl van Billy Joe Saunders kan overwinnen. Als hij het kan overwinnen. Normaal gezien moet Canelo winnen, maar hey, wederom, die upsets hier bewijzen waarom dat de sport zo entertaining is. Hè? Alles kan gebeuren. En dat is gewoon heel super kort, een super korte video. Om even de boxliefhebbers up te daten van wat er allemaal gebeurd is. Dank u voor het kijken.